we moeten eerst deze. Wij zijn insectenhotels aan het maken. En dat doen we van, maken we van hout. En de bedoeling is dat de kinderen zelf het huisje in elkaar timmeren. En nu zijn er een paar kinderen zover dat we het huisje kunnen gaan vullen. En dat doen we met bamboe, met stukjes hout. En deze bijenhotelletjes zijn bedoeld voor solitaire bijen. Hè? Bijen die alleen leven, wilde bijen. En die hebben veel concurrentie van de honingbijen. En die hebben ook woningnood. Dus wij maken nu huisjes voor de wilde bijen. En die worden ergens opgehangen waar veel bloemen staan. En dan zul je zien dat ze ook in de huisjes gaan wonen. En dan metselen ze het poortje dicht aan het eind. Metselbijtjes noemen ze ze ook wel. En dat is het. Dat doen we voor de natuur. En we hebben bamboe. Bamboestokjes. En daar heb je best wel veel van nodig, dus we moeten het eerlijk verdelen. Niet alleen maar bamboestokjes, maar combineren met houten stokjes en rietjes, zodat het een beetje, dat iedereen genoeg materiaal heeft. Oké? Oké. En dan zorg je dat die rietjes, die moeten geknipt worden. Zet je het zo, dat rietje zo neer, dan weet je hoe lang die moet zijn. En dan knip je hem zo af. We hebben deze stokjes. Deze. Ben je klaar? Ja. Wil je een lepeltje kijken?